De gemeenteraadsverkiezingen komen er weer aan en ik hoop dat u dat niet ontgaan is. 21 maart. En ook D66 Tiel vraagt weer om uw vertrouwen. Omdat er de afgelopen jaren veel gebeurd is, maar er nog veel meer moet gebeuren. En nu zult u soms denken, die gemeenteraad, dat lijkt toch zo ver van me af. Maar het gaat over uw dagelijks leven, ook in Tiel. D66 vraagt om uw vertrouwen, om niet alleen over u te praten, maar het vooral samen met u te doen. D66 Tiel krijgt het samen met Flipje, maar vooral met u voor elkaar.